De douane op Schiphol houdt dagelijks controles. Een aantal keer per jaar lopen ook douaniers uit andere regio's en disciplines mee op de luchthaven. We zullen met z'n allen in aankomststal 4 diverse vluchten laten los en de bijbehorende bagage zullen we controleren de hele dag. We zijn met specialisten die werkzaam zijn op diverse kantoren van de douane, zoals de Rotterdamse haven, zijn we met z'n allen vandaag diverse controles op binnenkomende vluchten aan het doen. Met als doel om samen de goederen te onderzoeken en ook samen te leren. Ik werk dagelijks in Rotterdam, in de haven. Hier gaat alles natuurlijk veel sneller voorbij en zie je de mensen erbij als zoals in de Rotterdamse haven eigenlijk niet is. Je leert hier in ieder geval de dingen... van elkaar waar je het op zoekt bijvoorbeeld. Chinese tekens, daar is dan ook een app voor om te kijken. En dat leren van, maar ik gebruik dat en ik gebruik dat. En heb je dit wel eens gezien? En het determineren ook leer je weer van elkaar. Wat heb je? Ik heb plantjes gevonden. En die mensen zeggen dat het plantjes zijn die ze gewoon eten. Maar er zitten allemaal schimmels op. We hebben monsters meegenomen om hun eigen onderzoek verder te doen. Om te kijken van wat het is. Oké. En wat ga je hiermee doen nu? Ik ga het in de container gooien om te vernietigen. Oké. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit werkt normaal gesproken op oproepbasis, maar zijn nu aanwezig voor directe assistentie. Ik kijk of dat er... insecten meekomen. Insecten zijn altijd interessant om te monsteren. Je weet nooit waar je tegenaan loopt. Dat ligt er helemaal aan. Dat kan van vraat tot verspreiding van... bacteriën, virussen, schimmels, kan van alles. Dat is heel erg soortafhankelijk. Ik heb geen idee wat dit is. En ik ga hem opsturen naar ons laboratorium. En die gaan hem op naam brengen. Ondertussen heeft een van de douaniers verdachte armbanden gevonden bij een passagier uit Venezuela. Hij heeft het vermoeden van dat dit een product is gemaakt van de huid van een beschermde slangensoort. Dus we gaan nu een specialist op het gebied van flora- en fauna-wetgeving vragen om dit te onderzoeken. Je kunt zien dat er schubben zijn. Dus één kant, als je glad slangenleer hebt, één kant is glad. Eén kant en de andere kant is ruw. De armbanden zijn gemaakt van de huid van een rotspython. En een rotspython is met uitsterven bedreigd en daarom is het verboden. Het resultaat is dat de twee armbanden in beslag worden genomen en meneer een procesverbaal krijgt in zaken de overtreding van de flora- en fauna-wetgeving. Een van de medewerkers van het douane-laboratorium is vandaag ook aanwezig. Hierdoor kunnen collega's leren van de testen die hij direct uitvoert op gevonden goederen. Dit apparaatje meegenomen, het is de TruNarc. Hier kunnen we verdovende middelen mee aantonen. Dan kan je dus door de verpakking heen meten. En het komt daarmee overeen, dan geeft hij de naam van de stof die erin zit. Maar goed, dit zijn geen narcotica, maar Viagra-pillen. Dus ik heb hier nog een röntgenapparaat mee, Niton. En daar kan ik bijvoorbeeld de samenstelling van metalen meten, zoals goud, zilver. Ook elders op Schiphol wordt een bijzondere vondst gedaan, waarbij de hulp en kennis van iedereen goed van pas komt. Het is een verzoek van onze collega's. Die hebben in de bagagekelder hebben zij dus vermoedelijk een item aangetroffen van ivoor van de olifant. Zoals de meeste van ons weten is dat ivoor van de olifant met uitsterven bedreigd is en ook niet ingevoerd of uitgevoerd mag worden. In deze zaak is het ook super handig dat NVWA aanwezig is. En zij hebben de specifieke kennis op, in dit geval ivoor. Het is een stuk ivoor van een slachtand van een mammoet. De schregenlijnen, dat zijn de lijnen die dus in elkaar vallen, is een kenmerk voor olifant of voor mammoet. Onder de 190 graden is het mammoet, boven de 115 is het olifant. Dit is duidelijk mammoet hiervoor. Mammoeten zijn rond de 10.000 jaar geleden uitgestorven, dus het is een hoogbejaard stuk. Voor wat betreft de flora- en fauna-wetgeving is het legaal. Wij hebben veel gebruik kunnen maken en mogen maken van de kennis van de diverse collega's. Deze dag is zeer zeker geslaagd. Gracias.